filmpje blik ik even kort terug naar aanleiding van een e-mail die ik zojuist heb gekregen. Dat één groepje van logopedie-studenten in de finale staat van de Brain Award. Dat is super cool. Waarom? Omdat wij vanuit FET, Fontys Educational Designers, hebben bijgedragen aan het ontwerp van de week waarin zij dat innovatieproduct hebben ontwikkeld. Maar zij hebben niet alleen iets ontwikkeld, er waren meerdere groepjes met volgens mij veel kanshebbers ook voor zo'n award. Maar nog meer wil ik inzoomen op degenen die dat hebben mogelijk gemaakt. En dat zijn degenen die werken bij Logopedie. Zij hebben de drempel verlaagd om aan de slag te gaan met vernieuwend onderwijs. We zijn begonnen ergens in de winter in Explore Lab. Waar we samenkwamen en waar we het ontwerpproces zijn gestart. Dat zijn we niet gestart vanuit het curriculum, vanuit de vinkjeslijst of wat dan ook. We zijn gestart bij wat willen jullie nou dat die studenten in die week, dus die 5 dagen, eigenlijk doen, leren, waarin zouden ze zich moeten ontwikkelen. Nou, dat was een mooi proces. Moesten veel dingen worden losgelaten, discussie en vooral ook keuzes maken. Nou, dan bleek al snel dat we willen veel te veel doen. En eigenlijk zijn we ook uitgekomen op we gaan het anders doen dan anders in de vorm van leren. En dat is gebaseerd op de design thinking, op het boek Sprint, in eigenlijk 5 dagen komen tot een prototype en ontwerp. Maar ook wat John Spencer heel erg hier zegt in zijn boek Launch, you need an audience. Je hebt een gebruiker nodig, een publiek, die bepaalt uiteindelijk de impact. En dat vind ik super goed gedaan door zowel het programma wat we hebben ontworpen met de mensen van Logopedie, maar nog veel beter door de studenten. Die hebben iets gedaan, dat is bijna niet te beschrijven, maar eigenlijk maandag begonnen we met een pressiecooker op het gebied van ontwerpen, prototypen, met duct tape, karton, papier, elkaar leren kennen en dan ook een mix en match doen op talent. En dinsdag hadden ze vooral een verdieping van wie is onze gebruiker, wat is onze ID nou eigenlijk als we iets gaan ontwerpen, waar ligt onze doelgroep, wat gaan we dan doen. En dinsdagochtend gingen we dat pitchen. Aan ons, een jury, we hadden een rubriekje. Dat is geen rubriekje die standaard was, maar dat eigenlijk te maken met je datapunten creëren. We hebben echt 4 datapunten gecreëerd in die 5 dagen. Waarbij we niet hebben gezegd van je haalt het niet, het is niet goed. Nee, iedere keer feedback, feedforward. Neem het mee naar het volgende datapunt en daar kijken we terug. Dat is ontzettend goed gegaan. Maar oké, ik ben 1 keer boos moeten worden. Het waren 39 dames, 1 jongen. Er was veel gekwebbel, mensen kwamen te laat binnen. Ik heb het serieus aangepakt, maar ze hebben het ongelooflijk goed gedaan. Dus na de dinsdag, de eerste pitches, de feedback, zijn ze mee aan de slag gegaan. En woensdag moesten ze naar de gebruiker. Super vet wat daar gebeurd is. Ze zijn naar vluchtelingen toe geweest. Ze zijn naar logopedisten geweest. Ze zijn Facebookpagina's gebruikt die logopedisten gebruiken. Ze zijn naar schrijvers gegaan van methodes. Noem het maar op, echt naar ziekenhuizen. Ongelooflijk. Gemeentes. Ja goed, ik kan het even niet allemaal opnoemen. Maar ik was verbaasd van, wow, jullie hebben deze eigenlijk input gebruikt voor je volgende iteratie in je prototype. Dat was dus op de donderdag stonden gewoon al hele prototypes klaar. Sommige echt applicaties, websites. Let even op voor logopedie-studenten. Dus niet technologisch zijn in aanleg. Maar er waren ook studenten die iets hadden gebouwd vanuit een combinatie van applicaties die je eigenlijk al kent. Zoals bijvoorbeeld Instagram, Snapchat. Maar dat in combi met bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden met AR, VR. Al dat soort dingen. Dat bouwt eigenlijk een prototype wat jou als ondernemer zou laten begrijpen wat ermee zou kunnen. Ongelooflijk trots. Wat ik het meest heb gezien bij degenen die het uitvoeren, was toch wel even angst, watervrees. Wat ik goed vond van ons is dat we erbij waren. Vooral Jean was er veel bij, Jean-Germain. Was denk ik goed. Maar ook het loslaten, wat ik iets meer heb gedaan. Van ja, het is nu wel jullie ding en ik kan het helemaal overnemen. Maar ja, daarmee leer je het niet zelf te doen. Dat is mijn terugblik. Ik zou ontzettend graag dit verder gaan doortrekken in het curriculum van Logopedie. Ik denk dat dat mogelijk is.
Ik vind het knap dat de uitvoerders ook hebben losgelaten dat ze er even geen, zeg maar, kennis in zijn gaan pompen in de vorm van aanbod. Maar dat is iets wat wel in de volgende stap, zeg maar, zeker zou moeten en kunnen plaatsvinden. Dikke topper. Studenten die gaan voor de Brain Award. Ik heb me ingeschreven. Ik ben erbij in de finale. Ik hoop echt dat jullie gaan winnen. Zou ik mij heel trots maken, maar ook de studenten overigens van onze minor, Embrace Technology, Entrepreneurship, Creativity, die hebben jullie ook geholpen. Een aantal hebben meegedaan in de jurering, trouwens ook best wel gaaf om te vermelden. En die waren ook trots om te horen dat jullie zover hebben geschopt. Dus super cool en heel veel succes.